Welkom bij SCA Kindcentrum Villa Blanca. Ik ben Olaf, pedagogisch medewerker en ik ga jullie vandaag rondleiden. Om zoveel mogelijk de thuissituatie na te bootsen, lunchen we met de kinderen mee. We vinden het belangrijk dat de kinderen zelf hun broodjes pakken, zelf smeren en dat ze zelf het beleg kiezen. Daarna mogen ze ook zelf hun drinken inschenken. Op de groep hebben we ook een speciale plek voor de baby's. Hier kunnen ze rustig spelen en hebben ze een vertrouwde plek. Ze spelen ook met kosteloos speelgoed. Hier kunnen ze bijvoorbeeld blokken mee bouwen, torens mee bouwen of lekker mee rollen. Op deze unit hebben we ook een groep voor de leeftijd 2 tot 4. Die laat ik jullie nu zien. Deze groep is het speelgoed uitdagend wat bij de leeftijd past. Elke groep heeft ook een eigen ruimte waar de kindjes veilig kunnen rusten. Ook heeft Villa Blanca de mogelijkheid voor buitenslaap. Bij Villa Blanca hebben we 2 0 tot 4 groepen. Ik laat jullie nu de andere zien. Kom maar mee. Ook op deze groep hebben we weer veel speelhoekjes ingericht. Waaronder een keukentje. En hier maken we gebruik van natuurlijke en echte materialen. Om zo ook de thuissituatie na te bootsen. Ook hebben we uiteraard een pophoek op de groep. En werken we themagericht met Puk en Puk. Dit stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar. Hier hebben we de ruimte voor de speleergroep en de BSO. BSO is bij ons vrije tijd. De kinderen mogen zelf bepalen wat ze doen. Chillen is ook oké. In deze ruimte kunnen de kinderen lekker in het atelier spelen, lekker verven. Ze kunnen wat activiteitjes doen. En ze kunnen ook lekker koken, gezonde gerechtjes. En uiteraard natuurlijk in de tuin buiten. Wat misschien wel het eerste is wat je ziet als je aankomt rijden bij Villa Blanca, is onze grote speel- en ontdektuin. Hier kunnen de kindjes heerlijk in gang gaan en lekker spelen buiten. Ook in deze tuin wordt avontuurlijk spel gestimuleerd. Ze kunnen hier heerlijk klimmen, ze kunnen hier heerlijk vies worden en ze kunnen hier mooie paadjes ontdekken. Gezonde kinderopvang is ook gezond eten. Samen met de kinderen onderhouden we de moestuin. Wat is er nou leuker om het te zien groeien en dan zelf nog te opeten? Bedankt voor het kijken. Heb je nog vragen? Neem contact met ons op. En hopelijk tot ziens. Doei!